Kern Gezond TV is mede mogelijk gemaakt door Volta Limburg en Spooty.nl. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Kern Gezond TV. Jullie weten het, gezond bewegen, gezonde voeding en gezond gedrag. Jullie gaan de warming-up doen met Ricardo. Ik ga hier van deze kabelbaan gebruik maken. Yes, yes, yes! Welkom, mijn naam is Ricardo en elke aflevering van Kerngezond TV ga ik samen met jullie een actieve warming-up doen waarmee we de dag actief zullen starten. Vandaag tijdens de warming-up gaan we de 3 oefeningen achter elkaar zetten. We gaan weer honkballen. We beginnen met het gooien van de bal. Daarna ga je slaan tegen de bal. Ren je achter de bal aan en je vangt hem. Zijn we er klaar voor? Oefening 1, gooien van de bal. Daar gaan we. Pak de bal, draai je hele lichaam in. Gooi zo hard als je kunt. Klaar voor? Pak je bed, pak je knuppel. Daar gaan we. Oefening 2. Sla tegen die bal zo hard als je kunt. Laatste paar seconden. Oké, kijk waar die bal is. Ren naar die bal toe. Daar gaan we. Rennen, 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 rennen. En vangen. Sprintje. Laatste keer. Oké, hartstikke goed gedaan. Fijne dag en tot de volgende keer. Tijd voor een peuzelsnack. Pas nou toch op! Met het gebruik van deze video loopt u het risico in de volgende leergebieden te belanden. Taal, wetenschap en techniek, kunst en cultuur, bewegen en sport, maken, prutsen en klooien. Tijd voor een peuzelsnack. Hey, hallo! Tijd voor een beuzelsnack! Ja, dat dacht ik ook! Wiki, wiki, wiki! Geef mij eens even een beuzelsnackie! Oeh! Wow! Hey, coole gast! Ik ga eens even kijken wat voor een outfit dat hij aan heeft! Wow! Dames en heren, hier is de vette modeshow! Kijk eens even daar, die Benny! Check die look, check die outfit! Check die gepantserde jas! Ja, helemaal gecamoufleerd! En als hij dan echt zijn armen spreidt, komen er vette vleugels! Fashion. En die vleugels, het is net gewoon een phoenix herrezen uit de as. Fashion. Ongelooflijk. Kijk eens die gouden bril die hij heeft. Fashion. Kijk eens even gewoon naar die gouden bril. Ja, kijk nou eens even goed. Alle harten smelten. Fashion. Wat doet hij nou? Oh, hij zet een vuurschoen aan. Hij vliegt weg. Van fashion. Dag, Benny. Oh. Nou, dan kunnen jullie dus ook vorm 2 tallen verzinnen. Een ontzettende vette outfit en ga een modeshow lopen. Hoe vet is dat? Tot de volgende keer. Doei! Tijd voor een beuzelsnack. Wow, beuzelsnack, beuzelsnack, beuzelsnack. Tijd voor een beuzelsnack, beuzelsnack, beuzelsnack. Wow. Deze keer is de scholenchallenge te gast op basisschool Het Spik in Bezel. Dit is het dreamteam dat de eer van Bezel hoog moet houden. In de scholenchallenge proberen 3 kinderen, de quizkids, de vragen goed te beantwoorden. Bij een goed antwoord gaat een belletje, het signaal voor de jumper om de bal bij de finisher te bezorgen, die na een slalom probeert de bal in de basket te gooien. We gaan beginnen. Welke drank wordt ook wel de witte motor genoemd? Bier. Hoe heet de schijf die men bij ijshockey gebruikt? Puck. Puck is goed geantwoord door de quizkids en dus mag Deen de jumper voor het eerst op weg met hele grote sprongen. Emma kan de bal nog net vangen en Tijn start de motoren en slalomt Emma richting basket. Oei, 2 keer op de rand en eruit. Welke sport beoefent Robin van Persie? Pas. Uit welk land komt sushi? China. Bij welke sport gooi je met de hand de bal in het doel? Handbal. Ja, handbal is goed en daar gaat Deen weer springen. Wederom katachtige sprongen, gevolgd door een prima worp.
Emma vangt en Tijn toont wederom zijn krachten. Emma mikt en... Oei! Ja! Raak! Ja. Wat is de grote broer van de mandarijn? Sinaasappel. Sinaasappel is inderdaad de grote broer van de mandarijn. En Deen de Jumper is al onderweg. Emma weer op weg naar de basket door de turbo boost van Tijn. De bal rolt over de ring, maar wil er niet in. Daar gaat hij weer. Noem een soort pasta. Nutella. Welke voetbalclub komt uit Arnhem? Pas. Welk drinken zit er in het alfabet? T. Goed antwoord, maar de tijd dringt. Deen gooit, maar de bal kan niet gevangen worden. Jammer. Hoe heet de snelste man ooit op de 100 meter sprint? Pas. Hoe noem je een vrolijke framboos? En tijd. Goed gedaan hoor, van het team van basisschool Het Spik. In de herhaling zien we nogmaals de sprongkracht van Deen, het balgevoel van Emma en de ongelofelijke power van Tijn. Afgesloten met een prachtig doeltreffende worp van Emma. En met 1 score komt basisschool Het Spik op de 4e plek in ons voorlopig klassement. Koploper blijft basisschool De Triolier uit Reuver. Ik ben Olivier en ik zit op basisschool De Dobbelsteen en ik zit in groep 6 en ik ga smoothie draaien en hem op vertellen. Er stonden 2 kippen bij de straat, zegt de ene tegen de andere. Zullen we oversteken, zegt de andere. Oké. Dan zegt steek ze over en dan komt er een bus aan. De bus botst tegen de kippen. En wat zeggen de kippen dan? Tok! Gezondheid! Ik ben de kerstman! Daarmee zijn we aan het einde van deze uitzending. Ik bedank jullie voor het kijken. Blijf kerngezond, tot volgende week. En ik ga nog een keertje van de kabelbaan. Doei! Woehoe! Kerngezond TV is powered by Volta Limburg, Spooty.nl, Sikon Logistics, Jong Leren Eten, Ria Joosten Catering en Evenementen en Limburgs Uitje.